Ladies and gentlemen, prize giving ceremony for the four in hands. And the prizes will be presented by Mieke van der Gouw, Pedro Greveling and Melvin Greveling on behalf of the organization and the Ter Gouw family, and by Mr. Herman van der Bos on behalf of the judges. We will first go to the international overall prize giving. We have six prizes, and correct me. We first start with the winner of the cones. Excuse me. Winner of the cones for the Netherlands, Bram Chardon. Het heeft erom gespannen, dames en heren. Werd het in de vaardigheid Bram Chardon, Jérôme Voutas, maar Bram was net iets sneller. Winnaar van de vaardigheid. Felicitaties van de juryleden. En felicitaties natuurlijk van de familie van Ter Gouw. En als alles is overhandigd, gaan we nu wel verder met de individuele uitreiking in het internationale klassement. So, prize giving for the international individuals. On the sixth place for Germany, it's Christoph Zandman.
And it stays in the family, ladies and gentlemen, because on the fifth place, it's his daughter, Anna Zandman. Continue with the number four for Switzerland with a perfect cones course and also a very good marathon yesterday with his Freiberger horses, Jérôme Voutas. Third place. It is for Belgium, also with a very good cones course, Glenn Geerts. Second for the Netherlands, Bram Chardon. And finally, ladies and gentlemen, the winner, the one and only Boyd Excel. And he not only gets an envelope and a ribbon and flowers, but also from our main sponsor, Ecology, a check for their best product for a half a year use. And the check is presented by Lane and Sandra Quartel from Ecology. And I think Sandra Quartel is explaining what the prize means. And I can tell you, Boyd, they told me that Mika also is a user of this product. Of course, the handshakes for Boyd and Frita. And then I ask you all to come back here. And all rise for the national anthem of Australia. Thank you.
Phil. And then we continue with the prize giving for the nations. We gaan verder, dames en heren, met de landenwedstrijd. En dat is ongelooflijk spannend geweest. En de beslissing viel vandaag in de vaardigheid. Wij gaan beginnen met de derde plaats. In third place, France. And we ask the drivers to come over here and step up the podium. So, French drivers, please come over here. If it's possible, step down and come onto the podium, please. And second, the Netherlands. Nederlands, tweede, dames en heren. Alors, la France, troisième. Nederland, tweede. En voor de eerste plaats in de Nations Cup vragen wij om hier te komen. Team België. Teamgenoten van Bram lijken nog op het voorterrein te rijden. En ik zag al dat Glenn even aanbood, zal ik dan bij jullie komen staan? Maar dat doen we niet, hè, Bram. De bloemen worden aangeboden door Herman van der Bos. En natuurlijk de bijbehorende ereprijzen. Prizes presented by Herman van der Bos, Melvin Greveling, Pedro Greveling en of course Mieke van ter Gouw. Dat Bram gelukkig gezelschap gaat krijgen van zijn teamgenoot Koos de Ronde. En dan gaan we naar Team België, dames en heren. Mag ik een daverend applaus voor de Belgen? La Belgique. Onze zuidenburen, wat hebben ze toegeslagen in de vaardigheid? Klasse, mannen. De foto's zijn gemaakt van het podium en dan gaan we nu staan voor het Belgisch volkslied. The National Anthem of Belgium. Thank you.
dames en heren, Glenn Geerts, Tom Stokmans en Ries de Vriek. And now we're getting a lap of honor for the international competition. And after that, I ask all the Dutch drivers to stay in for the prize-giving ceremony of the national championship. Dus we gaan, dames en heren, eerst een ereronde doen met de internationale prijswinnaars. En daarna gaan wij over tot de uitreiking van de prijzen van het Nederlands kampioenschap en de huldiging van de nieuwe Nederlands kampioen. Besloten om het anders te doen, dames en heren. We gaan meteen door met het nationaal kampioenschap. Want dan doen we de hele ereronde in één keer. Dus please stay in, all drivers. And then we continue with the Dutch championship. And for the top three, that's also on the podium by foot. Dus de top drie graag op het podium. In het Nederlands kampioenschap is vijfde geworden Edwin van der Graaf. En vierde Mark Weusthof. En de derde prijswinnaar, daar komt hij binnengereden, dames en heren, Anthony ter Harmsel. En Anthony, je mag na het opstellen afstijgen en hier op treetje 3 plaatsnemen. Zilver, dat is voor Koos de Ronde. En dan ga ik heel even wachten tot iedereen van de koets is gekomen en zich richting het podium heeft begeven. Zilver, Koos de Ronde. En dan vragen we uit te treden de nieuwe Nederlands kampioen. Hij prolongeert zijn titel. Daar komt hij aan. Naar het hoogste treetje. Ram Chardon. Asseldelft is namens de KNS aanwezig om de prijzen uit te reiken. Asseldelft, ja, maar hij heeft hem te pakken. Hij gaat de bronzen medaille omhangen bij Anthony ter Harmsel. Medaille wordt gebracht naar Koos de Ronde. En dan hebben we er nog één te gaan. De grootste beker, de gouden medaille en natuurlijk de oranje sjerp. Thank you.
En natuurlijk de felicitaties van de jury en natuurlijk van de organisatie. Felicitaties van Pedro Greveling, natuurlijk van Marjan Greveling, van Mieke van ter Gouw en van Melvin Greveling. Mark Weustop ook is binnengekomen, vierde in het nationaal kampioenschap. Wij maken ons op voor het Wilhelmus. Gaat u allen staan als eerbetoon aan onze kerstverse kampioen. Het Nederlands volkslied, National Anthem, het Wilhelmus. Bram, want we hebben nog een hele bijzondere ereprijs, namelijk een geweldig beeld, aangeboden en gesponsord door Junk Art. We hebben allemaal al vol bewondering gekeken naar die prachtige grote paarden, die hier ook in de Country Fair staan. En we mogen jou feliciteren met dit mooie kunstwerk. Weet zeker dat je er een mooi plekje voor gaat vinden. Ja, en dan maken we nog even een plaatje met de officials erbij en natuurlijk de familie van Ter Gouw erbij. Is het helemaal gelukt. Ik ga de rijders vragen om weer naar hun rijtuig te gaan. En dan gaan we straks genieten van een geweldige ereronde, dames en heren. Maar we geven ze even de tijd om de wagen te bestijgen. En dan wil ik eigenlijk Patrice uitnodigen om natuurlijk ook plaats te nemen op het rijtuig van de nieuwe kampioen. En
eigenlijk is het ook wel leuk als er nog wat mensen van de familie van Ter Gouw meerijden in de ereronde. Mieke, kunnen we je verleiden en anders Melvin of Pedro? We hebben Pedro vandaag al zoveel keer op een karretje gezet als springruiter. Ik voel een soort druk vanuit de familie van Menne is ook leuk. Van de doorlopen, chop chop. Pedro neemt plaats naast Koos de Ronde. Melvin. Ze lijken heel erg op elkaar. Ja, ik zeg Pedro, maar Melvin natuurlijk. Springruiter Melvin. Nou jongen, als je nou het Melvin niet meer leuk gaat vinden, dan weet ik het niet meer. We kijken even of iedereen klaar is. En dan willen we straks een ereronde met natuurlijk de nieuwe kampioen aan het hoofd. De muziek kan starten. Gaat u genieten van de ereronde. Het Nederlands team gevolgd door het Belgisch team en gevolgd door de Fransen. We nodigen België uit om aan te sluiten. België, dames en heren, de winnaars van de landenwedstrijd. Laat u nog één keer horen voor ze, want wat hebben ze dat goed gedaan. Et la France, troisième. Laat u nog één keer horen, dames en heren. Daar komt ie hoor. Bram Chardon. Koos de Ronde. Anthony ter Harmsel. We zien dat de aanspanningen de arena gaan verlaten. Ik dank u heel hartelijk voor al uw enthousiasme, dames en heren, al deze dagen. Het weer is een beetje wisselvallig geweest, maar u heeft ongelooflijk genoten van geweldige dagen. En wij zien u heel graag volgend jaar weer. Tot volgend jaar.